Hallo lieve stier, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 13, 27 maart tot en met 2 april. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve stier, laten we eens gaan kijken naar je hoofdthema voor deze week. Ontgifting. Wat ik vooral voel daarbij is dat je bezig bent om dingen los te laten die echt niet goed voor je zijn of bezig te gaan ook met bijvoorbeeld gezonder te eten, zodat je weet, ik kom weer meer in balans. We gaan eens even verder kijken naar wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de stier deze week verwachten? Je mag vooral lief en vriendelijk zijn tegenover jezelf. En daarin zie ik zeg maar ook vriendelijkheid naar anderen toe. Wat ervoor zorgt, waarin je dus eigenlijk ook weer vleugels krijgt. En zelf ook meer tot rust komt. Want wie goed doet, goed ontmoet. Je gaat deze week toch wel echt praktisch aan de slag. In de zin van wat is voor mij realistisch, wat is voor mij praktisch. Dan zie ik ook zeg maar dat je uitnodigingen kan krijgen vanuit vrienden. Maar ook dat het voelt alsof je bepaalde zaken gaat delen met mensen. Ik zie dat je daarna echt ook in actie gaat komen. Het kan gaan om echt een hartstochtelijke relatie. Maar het kan ook gaan omtrent, ik moet nu stappen gaan zetten en huppakee, schop onder mijn eigen kont. Waarin je dus eigenlijk ook weer echt terug mag komen met geloven in jezelf. Ik merk vooral dat je soms twijfelt aan je eigen zelfvertrouwen. En nu is het belangrijk om te zien dat als je zeg maar in jezelf gelooft, dat je alles kan krijgen met wat je wilt. We gaan even kijken naar een mooie positieve boodschap. Lieve stier. De wereld om mij heen weerspiegelt steeds meer mijn positieve innerlijke staat. Lieve stieren, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl of stuur een mailtje naar info@mediumdaphne.nl. Links staan hier onderin. Wil je graag een workshop volgen? Dat kan. 31 maart is er een workshop mediumschap. 12 april een orakelkaartencursus. 26 april een workshop mediumschap. En 16 september begint de opleiding mediumschap. Wil je erbij zijn? Wees er snel bij. En wie weet zie ik je daar. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.